Voordat je al gemaquilleerd bent, moet je je ogen ook demaquilleren uiteraard. Dat ga je niet doen met een reinigingsmelk, maar dat ga je met een aparte oogmake-up remover gaan verwijderen. Dus niet met dezelfde melk waar dat je je gelaat mee reinigt, maar echt specifiek om je ogen te gaan reinigen. Verwijderen van, moest er nog reinigingsmelk aanwezig zijn, of moest er hier of daar nog constant van je make-up zitten, dan gaat je dat eraf halen met een lotion eigenlijk. Donc, quand il y a, wat heb je gezegd, enlever tous les restants avec la lotion. Nee? Ik ga dat wel inkorten, want dat wordt te moeilijk. Dan, daarna gaan we een dagcrème aanbrengen. Altijd belangrijk dat je onder je make-up eerst een dagcrème aanbrengt. Toujours mettez une crème du jour avant le make-up, le maquillage. C'est plus important pour votre peau. Oui? Nu, ik heb hier geschreven, wij hebben dus een powerlift voor een normale tot een droge huid. Nu, dat zijn de producten waar ik mee werk. Ilia, met behangpapier hebben we niks te maken. Maar dus door dit erop te brengen, gaat uw make-up ook veel beter blijven zitten. Identiek met in een powerlift. Oké? Okay? Ja, we zullen moeten helpen, want het is te veel, denk ik. Donc, on peut utiliser avant de mettre notre maquillage, on peut mettre le primer. Le primer, c'est comme quand on a la peinture. Hein, donc là, on met toujours la première couche. Donc ça signifie la première couche. Oui. Hein? Comme ça, votre make-up, votre maquillage reste. Sur la crème de jour ou bien à la place de la crème de non, jour? Non, non, non. À la place. À la place. De la crème de jour, ah, oui. Ok. Ah, ok. J'apprends aussi. We gaan ook geen soep maken in een vuile kom. Klopt. Dus je kunt ook geen mooie make-up doen als je huid niet netjes is, niet gereinigd is. Ik kan niet vragen. Donc, on ne fait pas de soupe dans une casserole qui est sale. C'est tout simple ça. Donc, le plus important, c'est que notre visage est vraiment... C'est juste une casserole trouée, quoi. Mais ce sont des choses qu'on dit en flamand, je ne sais pas. Il y a certainement des... Oui, ok, ça va. Parce que moi, j'ai ici aussi des choses qu'on dit en flamand, j'espère que ça va être... Plus ou moins le même en français. Dus als we daar zijn, zijn we klaar voor aan onze make-up te beginnen. On est prêt pour le maquillage. Oui? Het eerste wat we gaan doen is camoufleren. Le premier qu'on fait, c'est le camouflage. Oké, ça va. Elle est bête. Non, mais dis-le. On est là pour apprendre. Oké, merci. Oké, dan hebben we een licht en beige. Nu, dit gaan we echt gaan gebruiken om alles te camoufleren wat in uw gelaat aanwezig is. Van kleine puistjes, tikkeltjes, kleine oneffenheden eigenlijk. Dus niet meer dan alleen daarvoor. Ja? Claudine, kunnen we ook gebruiken voor dit tijd? Je kunt dat gebruiken, maar dat is heel moeilijk, vooral voor foto's, ja. Omdat je dat dan nog eens gaat belichten. Soms werkt dat, soms... Ja, maar je kunt door kleine littekentjes kunt je ermee mee camoufleren. Maar het probleem is, je mag dat er ook niet te zwaar op leggen, want dan valt dat ook op. En dan is het soms erger dan dat het eigenlijk een klein beetje er zo doorzien, is het soms erger als je het te zwaar gaat proberen te camoufleren. Ja. Maar in de twee kleuren moet je gewoon kiezen, alleen maar je kleur, je huidskleur eigenlijk. Als je wat donkerder bent van huidskleur, dan moet je de donkerste nemen en anders is de lichtste. Oké. On utilise du beige clair ou beige foncé pour camoufler les boutons rouges et noirs. In principe, als je echt blauwe randen hebt,
want je hebt mensen die heel fel, je kunt dat soms zien, mensen die echt zo zware blauwe randen hebben, dan moet je eigenlijk een speciale oranje camouflage gaan gebruiken. Dat heb ik niet in mijn gewoon assortiment voor dagelijkse make-up zitten. Dus, ja, dat wordt eigenlijk meer gebruikt voor fotowerk en Cartier de Cerne Bleu, met de Cerne Grand. Tu utilises le orange. De couleur de l'orange. Bon, je crois que je vais retourner, moi, la première, je vais rappeler. Ja, très la plus wesh, bon. Nu, weet er iemand waarvoor dan een fond de teint gaat aanbrengen? Nu, je ziet dat we er 6 verschillende kleuren in hebben. Nu moeten we gaan kiezen welke kleur dat er bij u past. Hoe gaat je dat doen? Typen en gaan zoeken welke dat je denkt dat voor u past. En die gaat je gaan uittesten op uw rug van uw hand. Dus ik ga dat voordoen. Je neemt een flesje, je doet daar wat op en je gaat dat uitwrijven. En deze zal misschien goed zijn als ik hem hier verdeel. Zie je dat? Zij voor om er een idee te geven. Hoe dan een idee? Weer? Nu, als je twijfelt en je vindt op je hand niet de juiste kleur terug, neem je de kleur die je huidskleur het meest benadert en probeert je dat op je wang. Hier, op de zijkant van de wang. Donc si tu as des moindres doutes, tu essayes, tu prends celui-là qui approche le mieux le teint qu'il faut, et donc tu le mets sur tes joues. Oui. Dus ik ga even zien. Dus uw fond de teint moet eigenlijk zoveel mogelijk uw natuurlijke tint benaderen. Ja? La fond de teint doit approcher le ton naturel. Dus we gaan dat op onze hand terug een paar minuten laten inwerken. Je kunt één aanbrengen met de vingers. Dus appliquer avec les doigts. Je doet altijd uw fond de teint op de hand terug. Met le fond de teint sur votre main. Et fait avec les... Toujours sur la main. Dus altijd eerst uw kleur op uw hand zetten. Als je het niet graag op je hand doet, dan neemt je een klein mengpotje en doe je daarin. Ja? Nu, we gaan beginnen in het midden van het voorhoofd. Je gaat dus je penseel, je spons of met je vingers een beetje nemen. En begin in het midden van je gezicht. Inderdaad, je oren niet, want... Wat? Oh ja. Dus als je je oren niet meedoet, dan heb je dan een hele mooie egale kleur. En je oor ziet bleker. Ja. Oui, mais on l'a pas fait. Ce que je disais, on n'a pas fait le rouge. Perfect. Yeah. Et de, tu vas avoir cette épaisse. En français, nous sommes en live. C'est notre. Ouais, non, dat is wel. Zwart slaat natuurlijk wel wat af. Hè. Maar is dat altijd? Nee. Nee, allee, dat wou ik eigenlijk vragen, dat is toch niet. Want sommige mensen, dat je dan denkt, die hebben iets anders aan, die dat constant beter uitzien dan anderen. Je kunt evengoed iets zwarts aan hebben dat je enorm dik maakt, ja. Als dat je iets wit aan hebt dat je enorm slank maakt. Maar alles hangt af van de proporties, van hoe dat je draagt, hoe dat je het, ja, eigenlijk van de proportie. Daar draait het eigenlijk om. En een beetje ook zien welke kleur je wel en niet staat natuurlijk. Want er zijn mensen die echt niet met zwart staan. En dan is dat echt. Zij heeft ergens ooit eens met de associatie met rood is voor haar niet goed. Zij heeft zich daar moeten overzetten. Waarom? Omdat onze kledingsponsor haar in een choreo gezet had waar het allemaal blauw en rood was. Dus ze kon niet anders. Dus haar eerste idee was van, oh nee, ik ga dat niet dragen. Ik wil dat ook niet. Zet mij in een andere choreo. Maar hij zegt, nee, dat kan niet. Vergeet dat. Zet u daarover, want dit is iets waar dat je over moet. En we hebben haar daarin geholpen. En sindsdien heeft ze zelfs 2 rode t-shirten al gekocht. Maar voor de presentatie aan de pres, kleur en zelfs kleedjes. Mijn man is daar wel blij om. Dat is ook gewoon dat hier meegedaan te hebben. Avant, elle avait que du noir dans son armoire, moins la noir et des pantalons. Elle a participé chez nous il y a quelques temps. Et maintenant, elle porte des couleurs et même déjà des robes. Et son mari est vraiment content. Et
Évidemment. Je confirme. A bonhomme. Die persvoorstelling of die dingen, wat is dat? Persvoorstelling is met de finale. Nee, dat is met de finale. Ja, zegt vooral. Ja. Nee, zij heeft al een keer meegedaan. Zij heeft al eens meegedaan. Vandaar dat ze... Ik dacht dat ze dat niet gebeurd. Dus zij weet al een beetje hoe dat allemaal... Ik dacht dat dat geheugen is. Ja, nee. Met niks vergeten. Ik savais pas que t'as déjà participé une fois. Dus als je bent gelaten, maar je hebt dat allemaal meegemaakt. Dus als je iets niet weet, moet dat Veronique vragen. Tot hier toe, alle stappen die ik nu verteld heb, die zijn zowel voor dames als voor heren. Ja? Maar ja, want ik mag hier mij nooit, laat het zo zeggen. Nee. Ik kan er voor een fotoshoot wel. Ja, voor een fotoshoot en ook voor op podium moet je ook wel een beetje, omdat je in die spotlights komt. Omdat je echt schmieken en zo. Ja. Ik heb al wel dagcreme en zo gebruikt, maar die hele keer zo, zo al die dingen daar. Nu, op het podium met de spot ziet je het verschil of dat je bruiner gemaakt zit of niet. Maar je zag wel, want de mensen die dan een keer naar mijn foto's gekeken hebben, die zagen wel, ze zijn gemarkeerd. Ja. Die zien dat dan, dat ik geschminkt geweest ben. Is dat dan, hoe moet je dat dan ervaren? Nu, in principe is dat zo. Ik weet nu dat dat moet, ze zeggen dat, maar je ziet dat je geschminkt geweest bent. Dan denk ik, hoe moet je dat nu opnemen? Is dat nu, bedoelen ze dat nu positief of bedoelen ze dat nu negatief? Ja, dat is positief. Zullen ze zijn die dat negatief bedoelen om je uit te lachen, maar dat zijn er die zelf de stap niet durven nemen om zelf eens voor je lens te gaan. Natuurlijk, ze hebben precies geschminkt. Ik zeg, ik heb geschminkt. Ja, tuurlijk. Ja. Nou, voor een fotoshoot, om je huid egaal te maken, moet je die fondetainer gewoon op gaan zetten. Hmm. Anders, je kunt ook een fotoshoot doen zonder make-up, maar dat is nooit... Want zelfs voor een fotoshoot gaan wij nog werken met schaduwen nu. Dat ga ik jullie niet leren, want dat is... Waarom is dat? Dan een foto is een vlak beeld. Dat zal Johan kunnen beamen. En om dat vlak beeld, om een diepte te creëren in uw make-up, gaan we eigenlijk met schaduwen en oplichten gaan werken. Om bepaalde zaken meer naar voren te brengen. Maar dat is eigenlijk, dat is al te gevorderd voor vooruit te leggen allemaal op in een workshop. Maar het belangrijkste is dat je toch al weet hoe je een goede fondetain moet aanpakken. Met podium zondag. En dan zeggen ze allemaal dat het gewoon werkt. Dat is gewoon mooi, hè? Ja. De couleur. On a une couleur matifiée et une couleur brillante. Ok? Il y a encore des autres, mais on on reste avec deux, c'est trop difficile pour vous. Nu, wij hebben een oogschaduw die je zowel droog als nat kunt gebruiken. Dus wij onze ogen gewoon bewegen constant. Dus als ik hier met die basis, als ik daarover ga, dat blijft zitten. Zie je dit? Dus dat is ook interessant om dat daar onderaan te zetten. Nee, dat is de vorige pagina. Die staat op de vorige pagina. Bij hun staan er maar twee op de pagina, bij jullie staan er drie. Dus dat is een hinder voor de onderste. Nee, dus de eerste, de bovenste, is de lichte kleur aanbrengen. De tweede is in de arcadeboog. En de derde is oplichten onder de wenkbrauw. Ja, alleen daar staat een foto van een eyeliner. Bij heren is het gewoon met een kajalpotlood en nooit niet meer zwart, altijd meer bruin. Liefst zo licht mogelijk. Het is gewoon maar om je wimper aan te benadrukken. Niet om echt te zien dat er een lijn op je oog staat. Dus dat is heel zachtjes aanbrengen. En hoe noemt dat? Dit is een kajal. Oh, daar staat eyeliner, het staat er alle twee op. Dus lijntje aanbrengen op de wimperrand kan met een kajal of met een eyeliner. Dus een eyeliner is voor de dames, een kajal kan ook voor de dames, maar voor de heren nooit niet meer een eyeliner. Want ja, dat is te vrolijk natuurlijk. Allee, dat mag wel, voor misschien bepaalde dingen kan dat wel. Hè. Maar niet voor gewoon te defileren of een fotoshoot.
Dan gaan we mascara aanbrengen. Nu, de dames zullen allemaal wel al eens mascara hebben aangebracht, vermoed ik. Hè? Dat kunnen jullie allemaal. Mascara aanbrengen voor een uur, wat dat even oefenen zijn. Maar, dus we gaan, vroeger was dat wel mode dat ze zo donker afgeleide lippen, maar dat is niet meer in. Dus we gebruiken dat niet. We gaan dus dezelfde kleur gebruiken van de lippenstift. Zodanig dat hier zo lopen we meestal overdag niet rond natuurlijk. Maar ik heb er een paar verschillende opgezet. En het goede nieuws voor jullie is, degenen die doorgaan naar de finale, die mogen dat allemaal uittesten en proberen. Niemand? Anders moet een rode lijn aanleggen met Claudine. Hè. Als je bezig bent, Claudine, benieuwd, wat moet ik nu doen dan? De hulplijn. Zo zeg je mee voor telefoneren. Ja, maar toch gelijk tante K, tante Claudine. Dat kun je doen, want dat kost 1,5 euro per minuut. Geen duurdere lijn. Met de bellen. Ja. Pour les hommes. Il faut donc
on va prendre plus de soin d'elle. On va être de notre mieux chaque jour. On doit prester 10 fois plus. Hein. On doit être préparé 2 fois plus que les minces. C'est comme ça. On ne sait pas le changer. Il faut l'accepter. Ouais. Nu, hoe kunnen we dat nu gaan vermijden? Wat moeten we daarvoor doen? We gaan dus veel licht aan jezelf. Hoe dat de anderen nu gaan beoordelen. Waarom? Als je wolslang bent, dan ga je niet buiten. Enfin, als je het niet wilt, dat ze er iets over zeggen. Ik zal het zo zeggen. Dan kom je niet buiten met ongewassen haren. Ja? Met vuile haren, met vettige haren die langs je hoofd hangen. Je gaat niet in je jogging naar de supermarkt. Je gaat niet met afgesleten of vuile schoenen ergens naartoe. Dat zijn dus allemaal zo van die dingetjes waar wij gewoon meer moeten opletten als volslanken. Willen we meer gerespecteerd worden? Is dat eerlijk? Nee, dat is niet eerlijk. Maar het is gewoon zo dat magere mensen, slanke mensen, daar meer mee weg geraken dan wij zelf, dan wij als volslanken. Donc, comment on peut éviter? On ne sort pas avec des cheveux sales. On ne sort pas en jogging pour faire des courses. On se tient... Non, mais vraiment, si tu veux, si ça te fait rien, il faut pas que tu peux le faire. Mais pour éviter, hein, parce que c'est vrai que les minces, ça soit plus acceptable chez les minces que chez les... C'est comme ça. Donc il faut faire attention à ça. Hein? Er zijn verschillende soorten van beledigingen en vernederingen. We hebben daar allemaal al mee te maken gehad. De ene is al wat, al wat intensiever, spreekt u al wat meer aan. Grijpt u ook al wat meer aan dan de andere. Différentes sortes d'insultes et d'humilité. Humiliation. Et on va donc voir ce qui est la différence et aussi comment réagir. Nu, we hebben de uiting van een fysieke waarneming. Als wij allemaal heel eerlijk zijn, hè, hebben we dat allemaal al eens gedaan. Alleen als het over onze persoon gaat, hebben we er moeite mee. Donc, il y a des insultes. D'une perspective physique. Hein? Et si on est honnête, on l'a tout déjà fait. Mais tous. On l'a tous déjà fait. Je vais vous expliquer. Par exemple, hein, il y a une voiture qui approche en grande vitesse. Hein? Il y a quelqu'un qui veut sortir de sa voiture. Donc, elle ouvre sa porte, elle sort. Et le chauffeur dans la voiture, va s'arrêter brusquement et il dit « Dépêche-toi, grosse vache hein? !» Donc, voor ik ga een voorbeeld geven, er komt een auto in een grote snel aangereden. Jij zit in je auto, jij wilt uitstappen, jij doet de deur open en je auto moet stoppen voor u. Waar roept die chauffeur? Die roept: maar god, wat een dikke koei. Ja? Dat is inderdaad, dat is echt, dat is beledigend. Hè? Want dat is op u. Je zegt van, zeg, je kijk geen dikke koei. Donc, ça fait vraiment, tu te prends sur toi, parce que ça te fait mal. Mais il ne faut pas réagir. Parce que ça, on a fait vraiment tous. Dat is dus iets dat we eigenlijk allemaal gedaan hebben. Als we in onze auto zitten bijvoorbeeld, ja, en er is iemand die in de weg rijdt, en je ziet dat dat iemand is die rosse haren heeft bijvoorbeeld, dan gaan we dat zeggen, maar rosse god toch uit de weg. Waarvoor? Eerlijk zijn, hè. On a tous fait ça. Si on est dans la voiture, il y a quelqu'un qui passe qui a des cheveux rouges, on dit mais pas de choix. C'est quoi rousse en français? Donc on a fait, si on est honnête, on peut raconter encore des histoires, mais vraiment on le fait. Donc ça veut dire que nous, on insulte aussi les autres. Dus wij gaan ook anderen beledigen. Dus mogen we ook niet altijd beledigd zijn als dat bij ons doen. Ja?
Nu, wat gaan we dan doen? We gaan ons omdraaien en we gaan niet reageren. We gaan daar geen spel van maken van actie en reactie, want dat is op dit moment is dat eigenlijk niet nodig. Donc on va, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on réagit pas et on s'en continue. Hein? Parce que c'est pas la peine de réagir, hein, de dire quelque chose. On a tous des difficultés avec, parce que là c'est vraiment, c'est sur nous. Dat is echt op onze persoon zelf. Ze willen ons op dit moment kwetsen. Nu, dat zijn dingen die vanuit een fysieke waarneming worden gezegd. Uiteraard, wij zijn vol slank, wij zijn dik. Ze gaan van ons niet zeggen dat we mager zijn. Dat kan niet. Hè? Als je rosse haren hebt, kunnen ze niet zeggen dat je bruine haren hebt. Dus het zijn fysieke waarnemingen die inderdaad ook kloppen. Hè? Want het is inderdaad ook zo, wij zijn op dit moment, ik ben dik. Ik sta hier, ik ben dik. Ik ben niet mager. Hè? Donc ça commence d'une perception physique, naturellement, parce qu'on voit qu'on est gros, on voit qu'on a des cheveux rouges, on voit qu'on est handicapé, hein, dus het is echt vanuit de fysieke waarneming dat dat gebeurt. Nu, wat mogen we niet doen op dit moment, want op dit moment zijn we gekwetst. Hè? Dat doet ons heel erg pijn. Als dat geregeld gebeurt, doet dat ons heel veel pijn en is dat heel moeilijk om daarmee om te gaan. Nu, wat gaan we doen? We gaan dus niet daarop te veel reageren. Waarom? Een reactie vraagt een tegenreactie. Dat is altijd al zo geweest. De eerste reactie komt eigenlijk van hen uit. Zij gaan ons kwetsen. Als wij dan terug gaan reageren met ook iets proberen te zeggen, gaan zij er eigenlijk ja, plezier in hebben om ons terug te kwetsen. Want ze zien dat het ons kwetst en dat ze ons eigenlijk dat ze boven ons staan. Ja? Donc, si on fait, on a entendu ça, ça me fait mal, ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup mal. Mais donc, si il y a un jeu de. Une action demande une réaction. Ja? L'action vient. La personne qui veut nous insulter. Cette personne-là, elle ou il, attend une réaction de nous. Si on va réagir, donner une réaction, eux, ils savent qu'ils nous ont fait mal. Et à ce moment-là, ils vont de nouveau réagir sur ce qu'on a dit. Et là, nous, si on n'est pas si assertif, hein, je ne vois pas à Véronique, mais non, hein. Donc si on est vraiment, si on est, on se sent pas bien dans sa peau, la réaction que nous avons donnée, ça va être pas la bonne. Et l'autre va se sentir mieux, va se sentir plus haut que nous. Hein, donc c'est pas ça qu'on veut obtenir. Hein. Sauf si on fait la même chose, mais. Gentiment, c'est-à-dire que ça m'est arrivé, comme je t'expliquais en Croatie, c'est que, oh, t'as vu la grosse vache qui passe. Moi, je me suis retournée, j'ai dit, excuse-moi, vole, ma t'incommode. Ma pas répondu, mais j'ai dit, excuse-moi, mais t'as peut-être ne reviens pas sur cette bonne journée, au revoir. J'ai parti, et celui qui restait. Oui, mais là, comme je t'ai dit, là, tu te mets, oui, mais tu te mets sur le même niveau que les autres. Tu fais comme les autres, tu fais. Comme ça que toi t'aimes pas. Donc tu fais comme, enfin, tu fais le même. C'est pas juste. Hein, dus Véronique zegt van ja, oké, okay, wat kunnen wel doen, we kunnen een truc beledigen. Hein? Maar dan gaat het u eigenlijk verlagen tot het niveau van uw beledigenaar. Hoe zeg je dat? Diegene die u beledigt. Uw beleger. Is dat niet belager? Belager. Dus dan gaat eigenlijk hetzelfde doen. Wat gaat het dan krijgen? Dat die zich toch gaan nog altijd beter voelen dan u. Want ze hebben toch de eerste stap gezet en jij hebt daarop gereageerd. Het is echt, ik weet, het is moeilijk om niet te reageren. Ik weet het. Ik geef dat volledig toe. Omdat je wilt u verdedigen. On veut se défendre. C'est vraiment pas facile
de ne pas réagir. Hein? On a vraiment le nature de se défendre. Hein? Mais ce n'est pas la bonne façon. Hein? Nu, oké. Okay. Je kunt niet gaan weglopen hein, als het iemand is waar je toch in de buurt moet gaan van blijven. Dan gaan we dus niet weg kunnen. Dus wat gaan we dan doen? In eerste instantie, blijf altijd kalm. Dat is één van de eerste dingen. Want in een opwelling en in iets als je gaat boos maken op die moment, ga je dingen zeggen die dat zich tegen u gaan keren. Donc il faut toujours essayer de rester calme. Parce que là, si on est fâché, on dit des choses qui sont pas mises à la place comme il faut, on dit des choses qu'il faut pas dire. Nu, je kunt gaan antwoorden eigenlijk met vage zinnetjes. Nu, die zinnetjes, dat zijn standaard zinnen. Hou die een beetje in je achterhoofd, dan moet je voor jezelf eens een keer nakijken of eens een keer bedenken wat dat kan zijn. Maar dat zijn van die zinnetjes die dat je op zo'n moment gewoon even kunt zeggen en dat je de andere eigenlijk de mond snoert. Donc, il faut trouver des phrases, restez calme, dire des phrases, des phrases simples et vagues. Hein? Mais il faut réagir. Parce que si on ne réagit pas, ils vont certainement oser le faire encore. Hein? Dus je moet wel iets doen natuurlijk. Je moet niet daar staan, gelijk een zak patatten, en het allemaal over u laten gaan. Dat is ook de bedoeling niet. Dus je moet wel reageren, maar je moet op de juiste manier reageren. Dus je gaat in ieder geval met vage zinnetjes antwoorden. Bijvoorbeeld, als iemand u beledigt, en je dan kunt zeggen van, nou ja, als dat uw idee over mij is, dan is dat voor mij oké. En je gaat dat niet op een andere manier zeggen dan hoe ik dat nu zeg. Hein? Je prends l'exemple de Cindy, je te parle pas avec l'autre Cindy. Oui. Qu'il y en a un qui avait fait une remarque comme ça, désolante, et qui lui a répondu textuellement. Je suis peut-être grosse, mais je suis en finale d'un concours. Voilà. Tu te tais. Voilà. Mais non, donc là, c'était déjà faute. Non, pas moi, Cindy. Mais oui, mais là, elle a dit la faute, tais-toi, non. On ne dit pas. Non. Mais on dit, voilà, moi je suis quand même dans la finale d'un concours. Voilà. Hein. Dus. Je antwoord dus met dus vage zinnetjes. Gewoon zeggen van, is dat uw mening over mij? Oké, okay, dan heb ik daar geen probleem mee. Je kunt ook zeggen, ik vind dat heel jammer dat je dat zo ziet. Wat is uw mening? Je kunt natuurlijk al een beetje directer zijn voor diegenen die al wat assertiever zijn. Die kunnen zeggen dat is iets wat wij altijd gebruiken. Wij zeggen dat nu al 5 jaar aan een stuk. Aan iedereen scheelt iets, dus ook aan mij. Dat is ook zo. Hè? Aan iedereen scheelt iets. Maar het is dus heel belangrijk. maar het is dus belangrijk dat je dat dus op een gewone toon gaat zeggen. En dat je dan omdraait en weggaat. Dan is de druk van de ketel, dan moet niks meer, moeten de anderen ook niet meer gaan reageren, hè, want je bent er niet meer. Maar jij hebt toch voor jezelf het gevoel gehad van ik heb me toch niet laten doen, want ik heb wel geantwoord. Tu utilises des petites phrases, mais simples, vagues. Tu dis par exemple, eh ben voilà, si c'est, ça c'est ton opinion vis-à-vis de moi, c'est ok pour moi. Ou tu dis voilà, je le trouve vraiment dommage que tu penses ça de moi, mais ok, ça va, c'est ton opinion. On peut être un peu plus direct quand on est un peu plus assertif. Et ça, c'est quelque chose qu'on utilise souvent entre nous. Il y a des bons et des mauvais à tout le monde. Hein? C'est si simple que ça. Mais le plus important, c'est que tu le dis très calme. Tu te tournes et tu t'en vas. Pour toi, tu as eu la possibilité et de réagir parce que tu n'as pas vraiment soumis tout et c'est là. Et moi, je le trouve, je suis ici et l'autre était là. Non, tu as réagi, mais d'une bonne façon. Nu, wat is eigenlijk de bedoeling van heel dit? Is de bedoeling
hebben, de andere, diegene die ons beledigd heeft, de mond gaan snoren. En dat we die gaan laten staan en eigenlijk laten belachelijk maken bij de mensen die rondom hen staan. Want dat is wat zij bij ons proberen. Zij proberen door u te beledigen, u belachelijk te maken. En je gaat proberen om op een heel kalme, een heel serene manier hetzelfde te doen, maar u niet te verlagen tot hun niveau. Donc, le principe de tout ça, c'est de laisser la personne vilain derrière toi, avec un sentiment vraiment pas à l'aise, pas très agréable, peut-être un peu ridicule chez son entourage. Hein. En néerlandais, on dit lui laisser avec la bouche pleine de dents. Je ne sais pas si ça se dit aussi en français. Ja, natuurlijk comprend. Dus eigenlijk is het om het in, zoals wij dat zeggen, eigenlijk met de mond vol tanden te laten staan. De persoon die u heeft vernederd. Nu, ik ga nog een voorbeeld geven. Een van onze kandidaten die werkte in het weekend in de kantine van een voetbalclub. En daar was iemand, dat was een persoon, een man, en die kneep altijd als zij voorbij kwam, kneep die altijd in haar billen. En zegt dus tegen mij, van, ja, hoe kan ik dat nu oplossen, want ik heb hem daar al over aangesproken, dat ik dat niet leuk vind, maar hij lacht daar alleen maar mee. En op het moment dat hij dat doet, natuurlijk al zijn kameraden, die liggen daar bekend letterlijk plat van het lachen. Nu, hoe kun je dat dus doen? Ik heb haar aangeraden toen, van kijk, je doet net hetzelfde. Je passeert een keer langs hem, je knijpt in zijn billen, je zegt, voilà, we spelen kettingreactie, nu is dat nu, jij moet dat nu bij hem doen. Ik zeg, iedereen die rondom hem gaat staan, die gaat daarmee lachen. Want hij gaat zich daar niet op voorbereid hebben dat jij dat bij hem gaat doen, want hij doet dat altijd bij u. En je hebt eigenlijk, heb jij zelf niks verkeerd gedaan. Je hebt gewoon hetzelfde gedaan wat hij heeft gedaan. Maar op die moment wordt hij wel uitgelachen door zijn kameraden. Want die kameraden, hij wordt in zijn mannelijkheid, wordt hij gekwetst. Want hij doet dat bij vrouwen, ja, mannen doen dat dikwijls bij vrouwen. Hè. Een keer in de boek slagen of zo. Hè. Dus, en het is doordat jij dat nu bij hem doet, je hebt niks verkeerd gedaan. Je hebt niks verkeerd gezegd, je hebt niks verkeerd gedaan, je hebt gewoon hetzelfde gedaan wat hij heeft gedaan. Maar, doordat het nu een vrouw is die dat bij een man doet, gaat hem bij zijn entourage, gaat hij belachelijk zijn in plaats van jij. En, dan moet je echt wel eens een keer roepen, maar niet als ze me dood, 1-0, tjaka. Dat is een dan wat kun je doen? En zij heeft dat eigenlijk heel goed opgelost. Zij heeft gezegd, ja, dat heb ik hier al bereikt. En wat heb je al bereikt? En die zijn nog zo groot, hè. Want die weten daar niet op te antwoorden. Want die hebben u willen beledigen en die gaan ervan uit dat jij de durf niet hebt om terug te reageren. En het feit dat je reageert, maar op een kalme manier, en eigenlijk niet, je gaat het zij doen, niet aan het beledigen, hè. Je zegt alleen van, ja, dit heb ik wel overgemaakt. Donc, une autre situation, notre Miss Maxi, la gagnante, on était sur la marché Noël à Anvers, et là, il y avait des jeunes hommes, déjà, bien bu le Genève, mais ça peut, hein, on est sur le marché de Noël. Et donc voilà, il y avait quelqu'un qui approchait Sabine et il dit, ben voilà, ça existe déjà aussi, hein, un coco pour des crosses. Hein. À la place de dire, voilà, non, ben oui, pourquoi pas, hein, ça peut être, non, hein, non. Tu dis, voilà, elle a dit, voilà, eh ben oui, moi j'ai déjà... réaliser ça, et toi? Et il était comme ça, parce que tu as réagi d'une façon pas intimidée, pas mauvaise, pas, comment dire, enfin, de toute façon, comme il faut, hein? Tu lui as posé la question comme lui, il t'a posé une question. Voilà. Mais il va certainement pas savoir répondre parce qu'il ne s'attendait pas de ça. Il voulait t'insulter et
tu n'as pas laissé faire. Hein, et tu as réagi d'une façon très calme, très stricte. Voilà, je te pose la question aussi. Moi, j'ai réussi ça. Et toi? Henri, plus rien faire, lui. Hein, les autres ont rigolé. Hein. Ouais. Dus zijn kameraden die erbij waren, hebben op een moment gelachen. Hè. Maar niet met Sabine, hè. Wel met hem. Ja. Dan gaat er de volgende keer misschien twee keer over nadenken als ze een volslankje zien passeren. Hè. Donc peut-être qu'il va en réfléchir deux fois la prochaine fois quand il va passer une ronde. Hein. Ja. Wel naast je neerleggen en doorgaan. Of je kunt gaan overlopen van zelfbeklag. Je kunt gaan overlopen van zelfbeklag en je een hele dag daardoor laten verpesten. Maar wie zit er dan eigenlijk met het slechtste gevoel? Dat zijn jullie zelf. Dat ben je zelf. Op dit moment laat dus iemand anders, die niks met je te maken heeft, bepalen hoe dat jij je voor de rest van de dag gaat voelen. En dat is niet juist. Nu, daarnaast hebben we ook paranoia. Dus je kunt eigenlijk er zo op gefixeerd zijn, en ik begrijp dat, als dingen heel dikwijls gebeuren, als je heel dikwijls beledigd wordt, als mensen toch, ondanks alles, ondanks dat je gereageerd hebt, niet ophouden met u te pesten of u te vernederen, dan is het natuurlijk heel moeilijk om daarmee om te gaan. Ik ben hier ook, ik sta hier niet, want dat ik hier sta te verkondigen, is ook het evangelie niet. Hè? Sorry. Als ik dat kon, dan was ik iemand anders. Hè? Want ik ben alleen maar Hilde. Maar het is eigenlijk de bedoeling dat je een beetje leert uit hetgeen wat wij hier aan het vertellen zijn. Nu, het kan ook omslaan in paranoia. Niet alles wat iedereen tegen ons zegt, is beledigend bedoeld of vernederend bedoeld. Ja? Donc, il y a encore une différence, donc je sais. C'est pas, facile quand tu sois insulté toujours, 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 parce qu'il y a des personnes qui n'apprennent jamais, qui sont heureux de le faire, qui se sentent à l'aise à le faire. Donc là, on peut rien faire. On peut faire des choses. Parce que moi, ce que je dis ici, c'est pas l'évangélie. Mais ça vous aide de quand même d'être un peu plus assertif vis-à-vis des choses comme ça. Mais ça peut se tourner aussi vraiment contre nous en disant la paranoïa.